Goeiedag dames en heren, hier ben ik dan weer met een nieuwe video. Natuurlijk een heel speciale review video. Dit hier, zijn mijn oortjes. Allee, oortjes, bluetooth oortjes, draadloze oortjes. Dit zijn de Bose Soundsport Free Wireless. Dit zijn hele goede oortjes. Natuurlijk, ik vind het op zich wel heel goed van qua merk. Het merk Bose klinkt al heel modern. Natuurlijk, ik ben zelf een beetje, niet zo'n Apple-fanaat. Maar ik ben natuurlijk heel blij over deze oortjes. Dus eigenlijk, we gaan eens kijken wat die allemaal te bieden hebben. Als je de doos opent, dan zie je een heleboel attributen, zoals een handleiding, de case met oortjes, waaronder dus dat er al medium oortjes in zitten. En je hebt ook nog keuze uit het uit andere maten van oortjes, want er worden ook nog automatisch oortjes meegeleverd. Alleen met maten zoals large, medium en small. En je hebt ook nog een oplaadkabel meegekregen voor het altijd op te laden wanneer je wilt. Dus eigenlijk vind ik het gewoon handig. Natuurlijk, wat is er zo tof aan deze Bose oortjes? Wel, ik ga daarvoor even mijn gsm erbij pakken. En ik ga ze proberen verbinden. Maar natuurlijk moet ik even eens mijn schermrecorder aanzetten. Zo, de opname is gestart. Dus we gaan eens kijken. Dus eigenlijk, als je hier op de gsm kijkt, zie je al mijn bluetooth-apparaten. En natuurlijk gaan we dus verbinden met deze oortjes. Natuurlijk, ik moet Lebras Bose Soundsport Free hebben. Dus ik leg die even hier. Dus hij geeft aan, via dit oortje, accu 100%. En hij is gewoon al direct verbonden. Heel handig dus. Je ziet ook hier de batterijstatus. Wat daar heel handig is. Dus eigenlijk vind ik het gewoon heel handig. Dat de batterijstatus hier op te zien is. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om voor oproepen, audio, toegang tot contacten. Dus hij heeft al wat opties. Dan heb je ook nog een app die je automatisch kunt installeren op je smartphone. En dat is Bose Connect. De Bose Connect is natuurlijk iets heel speciaals. Want je ziet het, hij verbindt al direct met de audio. Bijvoorbeeld met Spotify. Je kunt er ook bij de instellingen de naam veranderen, de verbinding kun je instellen. Kijk, zoals bijvoorbeeld hier staat mijn oude smartphone. Ik heb deze oortjes ook al kei lang. Ik heb hier mijn laptop op staan en hier mijn Galaxy A32. Dus eigenlijk vind ik het gewoon handig. Heel handig zelfs. En natuurlijk kun je ook je volume harder zetten daardoor via die app eigenlijk. En je kunt de productieinformatie zien. Je kunt echt van alles zien. Dus, ja. En natuurlijk kan je er ook mee bellen via een oortje. Dus we gaan eens proberen om eens te zien hoe dat de audio-kwaliteit van het oortje is. Daarvoor doe ik even het geluid uit. Oké. Dit zou de kwaliteit zijn van de oortjes. Heel tof zelfs. Ik vind het echt heel tof. We gaan het nu eens afzetten of dat het wel goed is. Dus wie weet, hoe vind jij jullie de audio-kwaliteit? Laat me zeker weten in de comments. Okay.
Nu kunnen de oortjes even uit. Natuurlijk, de muziek is op zich ook wel oké. Dus beide oortjes kunnen echt wel muziek luisteren. Alleen, je kunt ermee sporten ook. Maar ik zou... ik weet nog niet. Ik heb het nog niet geprobeerd om ermee te zwemmen, eigenlijk. Maar het zou wel tof zijn, want ze zijn waterdicht. Maar ik heb nog niet echt geprobeerd om ermee onder de douche te staan. Of ja, whatever dan ook. Ik heb dat nog niet geprobeerd, beste mensen. Maar ik vind het al sinds een heel toffe exemplaar. Dus drop zeker die like. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zie jullie tot in de volgende video's. Doei kies mensen, doei doei.